Dit is buitenverlichting zoals het moet zijn. Hybride LED-verlichting met aan de bovenkant zonnepanelen. En deze armatuur past op alle bestaande lantaarnpalen. En wie maakt dit briljante systeem? E-Solarlight uit Hogeveen. En daar zie je heel goed de bovenkant. De zonnepanelen bovenop de armatuur. En op het hele terrein staan die lampen hier. Waarom hebben jullie ervoor gekozen voor deze oplossing? Omdat onze armaturen op bestaande palen kunnen worden gemonteerd, hebben wij het juiste armatuur gekozen om een goede verlichting op dit terrein te kunnen geven op die plaatsen waar de oude vroeger stonden. En hoeveel lumen zijn deze? Deze zijn 3000 lumen. 3000? Ja, dat is echt een hele bak licht, zoals we dat hier zeggen. Wauw, echt een bak. Hele terrein verlicht. En dit is hem. Gedemonteerd. Wat is het precies? Hoe werkt het? Nou, dit is dus een kleine energiecentrale. Hoe bedoel je energiecentrale? Wat zijn de kenmerken? De kenmerken zijn dat je een zonnepaneel, zoals je hier ziet, hebt. Het zonnepaneel wordt overdag door de zon belicht. Geeft de energie af aan deze elektronica. Die wordt netjes opgeslagen en wordt gebruikt op het moment dat het 's avonds donker wordt. Dit zijn de accu's? Ja, dat zijn de accu's. En waar we dus mee zitten in Nederland, als wij dus in principe allemaal 100% op zonne-energie zouden moeten willen draaien, dan komen wij wat zonuren tekort. En daarom is gekozen voor een oplossing die op een standaardpaal kan worden gezet en die dus maximaal 3000 uur op zonne-energie kan draaien. Komen we een beetje tekort in Nederland en dat lenen we dan netjes van de elektriciteit die toch al in de paal zit. En hoe ziet het dan van onderuit? Dit zijn de ledjes. Ja, dit zijn de ledjes. En wat uniek is aan dit model, is dat er speciale lenzen voor zitten om meer licht op de grond te krijgen. Dit is volgens jullie het model dat in heel Nederland zou moeten hangen. Waarom? Ja, dit is het model omdat dit het meest lijkt op de straatlantaarns zoals ze er nu staan. Maar deze is volledig hybride. Als ik hem nu bijvoorbeeld aanzet, zult u zien dat hij brandt. Er zitten geen snoertjes aan, maar dat komt omdat de energie al door dit prachtige zonnepaneel overdag is opgeslagen in de accu's. Alles zit hierin. En daarom moet dit in heel Nederland hangen. En daar hangt hij in het echt. Inclusief bewegingssensor, de Solar Hybride. Al jullie LED-toepassingen maken gebruik van dezelfde techniek. Waar gebruiken we hem nog meer voor? Nou, we hebben bijvoorbeeld deze techniek ook toegepast in een staantafel. Daar zit ook een zonnepaneel op. En die staantafel die kun je dus gewoon buiten neerzetten. Bijvoorbeeld op een festival of zo. En dan kun je dan gewoon kosteloos je telefoon opladen. LED-verlichting in diverse vormen. Je kan al je telefoon opladen. Fietsen worden opgeladen. En straks, als de zonnepanelen ietsje beter zijn en de accu's, kunnen we zelfs auto's opladen. Met de techniek van e-Solarlight.